de Antoine de Kom Universiteit van Suriname, die heeft er op zaterdag 18 mei 2024 een open dag gehad. En het ging hier om alle studierichtingen. TBN Prime Alert is er geweest bij de studierichting infrastructuur. En we spraken er met de waarnemend richtingscoördinator, Shailus Ramdien, die veel meer informatie verstrekt over de studie infrastructuur. Wij voeren nu naar het volgende verslag. En u ziet het zelf, we hebben geprobeerd, tenminste elke studierichting, geprobeerd inzichtelijk te maken. Zeker voor de examenkandidaten straks, die hun examens moeten afleggen. Als ze dus dan de gang gaan maken om hier op de universiteit te komen studeren. Dat ze een goede, bewuste keus maken. En dat ze dan zeker weten dat als ze een studie kiezen, dat ze dat heel leven lang ook natuurlijk zo gemotiveerd en enthousiast kunnen doen. Ja. Een x-aantal jaren heeft u zelf infrastructuur gestudeerd, neem ik aan. Ja, wat had u daar, van waar de interesse toen voor u? Ja, dus ik ben precies zo ook toen de tijd op de open dag geweest. En de studierichting heeft mij dus aangetrokken. Omdat, wat ik zeg, hoe je het dus eigenlijk presenteert. We hebben vandaag eigenlijk twee locaties. We zitten hier bij ons in de vergaderzaal. En hier hebben we dus voornamelijk eigenlijk al de basis-eisen zichtbaar gesteld. U ziet dat wat boeken, wat afstudeerverslagen, weet je, literatuur zichtbaar is gemaakt. Maar we hebben ook ons lab. En daar zijn ook wat opstellingen gedaan. En daar wordt dus ook uitgelegd van hey, wat voor proeven worden gedaan, waarom zijn die proeven nodig, et cetera. Zodat de student al vanaf het begin een goed beeld heeft wat hem of haar te wachten staat. En precies zo doen al de andere studierichtingen het ook. Het is vandaag een universitaire open dag. Dus alle faculteiten zijn vertegenwoordigd met al hun studierichtingen. En we hebben het bewust gekozen, denk ik, nu voor de examens. Zodat dan ieder zich ook goed kan informeren. En natuurlijk na de examens, wanneer ze dus hun resultaten binnen hebben, ook gerichter een keus kunnen maken. Ja, ik weet sowieso dat de informatie breed is, maar om het toch wel in een nutshell en vooral de belangrijke dingen even dat voorleggen aan die studenten die vandaag de open dag niet heeft kunnen bijwonen voor wat betreft de studieinfrastructuur. Wat is belangrijk, wat zouden ze moeten weten? Ja, dus gelukkig tegenwoordig is makkelijk via de... We hebben een website van de universiteit, UVS, www.uvs.edu. Elk student kan daarop gaan en van elke faculteit, elke studierichting heb je een aparte page. Waar ook bij ons bijvoorbeeld heb je dus onze flyer digitaal. En ook de studiegidsen zijn digitaal. En dat is bij elke opleiding zo. Belangrijk is om te weten voor infrastructuur, we zijn een opleiding op de technische faculteit, FTW. En het is een driejarige bacheloropleiding. We hebben eigenlijk twee opleidingen die we aanbieden. Eentje is civiele techniek. Die heeft dus meer te maken met de civiel technische constructies. Wegen, bruggen, dammen, dijken, gemalen, etc. En dan heb je ook bouwkunde. Het is dus meer gericht op ontwerp, een stukje inrichting, ruimtelijke ontwikkeling, ordening, etc. Dus beide opleidingen zijn 3 jaar. Je kan dus jou aanmelden met een VWO-diploma. Je moet dan het vakkenpakket WIS 1 natuur en scheikunde hebben. Max 17 punten, dus je mag voor 1 en 5 hebben, 2, 6. Ook de mensen die bijvoorbeeld van andere instellingen zijn, bijvoorbeeld mensen van NATIN of zo, kan je nog het schakeljaar doen eerst en dan mag je ook inschrijven. Of met die colloquium doctum toets kan je ook toegang krijgen. En dan kom je dus hier studeren. Het is een divers programma. We hebben dus theoretische vakken. We hebben ook practicum. We hebben ons eigen lab. Er zijn ook veldbezoeken. En daarnaast, zeker wat interessant is voor de mensen om te weten, is waar je dus terecht kan komen nadat je afgestudeerd bent. Sowieso is het ideaal dat je een masteropleiding gaat doen. Dat is ook het doel van het bachelor-masterstructuur. Dat je het afrondt. Dus na je bachelor je master doen. Helaas hebben we op dit moment in Suriname geen specifieke master op bouwkunde civiele techniek. Dus de meeste studenten gaan naar het buitenland. Veel van onze studenten gaan naar Nederland. Dat is het bekend natuurlijk. Technische Universiteit van Delft. Je hebt ook een Technische Universiteit op Twente. Heel veel gaan nu ook naar België. België heeft ook goede universiteiten. Of ook in het Caribisch gebied. De University van West-Indies bijvoorbeeld. Of in Brazilië zijn er dus ook universiteiten. Maar oké, daarnaast als je dus toch besluit je wil gaan werken. Mag ook natuurlijk. Dan kunnen de mensen zeker terecht bij overheidsinstanties. Ministerie van Openbare Werken bijvoorbeeld. Heel van onze afgestudeerden zijn daar. De architectenbureaus die er zijn. Ingenieursbureaus. De aannemers. Maar ook dus bijvoorbeeld
in dit geval zo infrastructuur heb je ook in dit geval bedrijven die bijvoorbeeld bouwmateriaal produceren. Denk maar aan een Fabi, een Kuldeep Singh, een BAM, staalbedrijven, Doorsan, etc. Dus ook bij die bedrijven komen onze studenten terecht. Maar ook in andere grote bedrijven, bijvoorbeeld, ik noem maar bijvoorbeeld Staatsolie, heeft zoveel objecten. Die moeten ook in enige mate van onderhoud, renovatie, etc. Dus ook daar. Dus het is divers. Je kan heel veel plekken terecht. En ik zeg het altijd, men gaat altijd blijven bouwen, verbouwen, vernieuwen. Dus er is altijd werk voor ons. Elk project is anders en dat maakt het eigenlijk leuk. Ja. En als RC's, de heer Kisoud Missier is de richtingscoördinator. U bent in de waarneming en samen met de docentenkorps. Wat verwachten jullie van jullie studenten? Ja, kijk, we hebben dus inderdaad een docentenkorps. Een voltijds en een deeltijdse. Dus het is ook belangrijk, zeker bij de technische richting, dat bepaalde specifiek technische vakken ook door vaktechnisch deskundigen gegeven worden. Daarom moeten we ook veel werken met deeltijdse docenten die al in het vak zitten en van daaruit dus dat verder kunnen. Dus sowieso is het belangrijk de motivatie en inzet van de student. Daar begint het allemaal. Je moet al, dat ik in het begin zei, een bewuste keuze gemaakt hebben dat dit iets voor jou is, dat je ook ervan gaat houden en dat gaat doen. Wij vanuit ons kant en vanuit het team proberen dus geen obstakels te hebben in de studie, want vaker hoor je ook van ja, dan is er geen docent, daar wordt het vak niet voor zorg, dan kan die. We proberen altijd als leiding dan te minimaliseren dat die obstakels er niet zijn. En natuurlijk, grootste obstakel is die afstudeertraject. Heel veel mensen zitten daar vast meestal. Dus ook daar proberen we goede onderwerpen ready te hebben, begeleiders ready te hebben. Dus daar is het weer gelegen aan de student, want wat gebeurt meestal is de ervaring dat ook een beetje met de situatie van het land en mensen. Dus wanneer ze hun vakken af hebben, ze hebben nu meer vrije tijd. Ze moeten al niet afstuderen, dan gaan ze werken. Maar dan zet je het werk op eerste plaats. Dan gaat je afstuderen een beetje achter. Dus wij vanuit ons kant, vanuit de management, proberen eigenlijk alle faciliteiten in place te hebben. Dat er geen onderbrekingen zijn. En dat is het de motivatie en inzet van de student die moet maken. Dat je wel binnen die 3 jaar kan doen. Er zijn voorbeelden die het binnen 3 jaar hebben gedaan. Ik persoonlijk heb het binnen 3 jaar gedaan. Dus het kan wel. Men zegt altijd, het loopt uit. Het hoeft niet uit te lopen. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die het hebben gedaan binnen 3 jaar. Ja, en zoals u het zelf zegt, het is u gelukt. Ja? Hoe is het u gelukt? Wat was uw inzet dat u het wel binnen die 3 jaar hebt kunnen halen? Ja, dus kijk, toen de tijd hebben we ook een zeer goede RC toen gehad. Toevallig is het nu de minister van OW, meneer Normhout, was toen RC. Wat ik zei, precies hoe wij proberen alle vakken ingepland te hebben. Dus alles heb ik kunnen volgen, alles heb ik kunnen testen, alles heb ik kunnen maken. Ik heb inderdaad 2 goede begeleiders gehad, mijn afstudeer volledig kunnen doen. Natuurlijk, alle resources zijn beschikbaar gesteld. En ook natuurlijk de ondersteuning moet je ook hebben natuurlijk, van je gezin, je familie, je vrienden, kennissen. Als dat een plezier is en natuurlijk zelf gemotiveerd zijn, dan lukt het wel. Ja. Maar van jullie uit voor de studenten die het wel willen, maar ja, ergens toch wel wat drempels hebben, wat bottlenecks hebben. Wat doen jullie als management zelf? Dus kijk, we hebben daarvoor ook speciale studentendecaan op de faculteit. Dus als het is, alles het huiselijk gerelateerd, alles het misschien inderdaad iets werkgerelateerd, financieel. Men kan naar de studentendecaan, zij probeert ook oplossingen te bedenken als ze die doorgaan aan een hoger niveau. Maar ook bij ons. De richtingscoördinator bij hun spreekuren en dan kan je alles komen bespreken met ons en we kijken ook naar uit. We hebben altijd geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden waar nodig. Dus het is een beetje bij ons van ja, als je zelf ziet dat die student die drive wel heeft, dan ga je wel proberen om mee te werken. En dat moet wel lukken. En waarborging van dat stukje kwaliteit van de studierichting? Ja, dus onze studie is al geaccrediteerd, de civiele techniek studie. Tot 2029 zijn we geaccrediteerd van NOVA. De bouwkundeopleiding, als die dit jaar moet eigenlijk in place gebracht worden, dat hij ook geaccrediteerd kan worden. We hebben op de universiteit een afdeling kwaliteitszorg. Die zorgt dus ook van tijd tot tijd naar de waarborging. Ook als de audits komen, als de heraccreditatie komt, dat ze ons ook helpen voorbereiden. Je hebt natuurlijk een decanaat waaronder de studierichtingen vallen. Je hebt een opleidingscommissie die ook de kwaliteitsbewaking doet. Dus die instanties zijn in place. Ook de examencommissie die ook beoordeelt van de examens. Dus gelukkig zijn alle instanties er in place. Alles werkt. Dus dan moet het wel goed gaan. Ik denk, we zijn de enige universiteit. Maar we moeten wel trots zijn dat we een universiteit hebben.
En niemand moet zeggen dat ons diploma minder waard is dan dingen. Want al onze studenten werken ook met de ADEC-diploma in Nederland, in België en andere Europese landen. In Miami hebben we en ze doen het goed. Dus het is een geaccepteerde diploma en ze werken en ze doen het goed. En de uitdagingen, heer Ramdien, die er zitten bij de studierichting infrastructuur? Ja, eigenlijk de grootste uitdaging wat we hebben is qua eigenlijk twee dingen, faciliteiten en resources. Wat ik al zei, dus we hebben collegezalen, we hebben labs en zo, maar of het is niet voldoende of bijvoorbeeld de lab moet een beetje upgrading genieten. Daarvoor moet je geld hebben natuurlijk. We zijn nog steeds een universiteit die gesubsidieerd wordt door de regering. We doen wel zoveel mogelijk proberen met sponsoren bewerkstelligingen te doen. Dus kleine zaken, bijvoorbeeld donatie van apparatuur of donatie van bijvoorbeeld airco's of ja, kleine een microscoop of een schuifmaat als je nodig hebt. Dus dat lukt wel. Er zijn wel bedrijven gelukkig die altijd openstaan. Ook als we op excursie moeten gaan veldbezoeken, dat ze ook kosten voor ons willen dragen. En ook wat bepaalde labtesten betreft, dat bijvoorbeeld niet hier kan. Bijvoorbeeld bij Itali heeft een goede samenwerking, dat we bepaalde testen bij hun in het lab gratis kunnen doen. Dus faciliteiten moeten opgegraded worden en de resources, dus meer docenten. We zien al dat het team eigenlijk klein is. Er is veel druk op ons, om het zo te zeggen. Meer voltijden zijn nodig. Er zijn vacatures ook uitgedaan, hoor. Dus niet dat er niets gedaan wordt. Maar mensen moeten zich aanmelden. Maar je ziet helaas dat, omdat andere plekken, particuliere sector, beter betaalt, dat ze eigenlijk niet voor kiezen. Dus misschien moet er ook vanuit de regering naar gekeken worden, dat de waardering voor de docenten ook beter wordt, zodat er ook mensen naar hier toe komen. Want die zijn wel nodig. En bij u, heer Ramdien, is het van student, nu docent, ja. Toen u er student was en nu zelf docent, ja. Wat zijn de verschillen, wat zijn de zaken die in die jaren toch hier is veranderd? Of is het allemaal nog hetzelfde gebleven? Nee, dus kijk, een van de grootste veranderingen, wat ik zeg, is dus de implies komen van die instituten. Dus in mijn tijd was het helaas nog geen accrediteerde opleiding. En nu zie je dus wel dat met de instelling van een goede kwaliteitszorg, met de verschillende commissies en heel veel opleidingen die geaccrediteerd zijn. Bij F2, ik denk het is een trustmoment dat behalve één opleiding nog, de andere 5 bacheloropleidingen en ook de master van SMNR zijn allemaal geaccrediteerde opleidingen. Dus dat is een trustmoment. Vroeger was, 10 jaar terug was dat niet zo, ook bij de andere faculteiten. En heel veel gaan nu voor heraccreditatie, want die 6 jaren loopt af. Dan ga je voor heraccreditatie. Dus dat geeft al aan, door een accreditatie te hebben, dat het niveau ook sowieso veel beter is. Het niveau van het onderwijs, maar ook je literatuur, ook je faciliteiten, ook je docentenkorps. Want waar je vroeger nog kon zeggen, oké, ik heb bijvoorbeeld geen deskundige in huis, ik laat een ander docent dat vak doen. Nu ben je verplicht met de accreditatie dat de deskundige dat doet. Dus je hebt betere waarborging. Dus die veranderingen zijn sowieso zichtbaar. Alleen wat ik zeg, een stukje betere investering in onze faciliteiten en ook resources, dat moet wel komen. Dat is wel dringend nodig. Dank u wel. Dank u.